Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tikkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel moois maken met dit mandje. Een heel mooi sierlijk bloemstuk. Wat eigenlijk past in ieder interieur, dus dat is heel erg leuk. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. En vandaag heb ik ook een leuke winactie waarbij je dit mandje kan winnen als DIY pakket. Dus waarmee je dan zelf mee aan de slag kan gaan. Wil je dat winnen? Laat even een leuke reactie achter hieronder wat je van de video vond. Doe even een duimpje omhoog. En wil je dubbel kans maken? Deel dan deze video op Facebook of Instagram. En dan maak je dubbel kans, dus dat is alleen maar leuk. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe mocht. Het komt gewoon naar je toe, extra makkelijk in deze tijd en natuurlijk ook extra leuk. Goed, dan gaan we hiermee aan de slag. En voor ik het vergeet te zeggen, heb je nou iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Heb ik jou weten te inspireren? Deel het al op Facebook of Instagram, dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Vergeet dan vooral niet mij te taggen, zodat ik kan zien dat je meedoet. Het mandje. Ik haal je er even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst heb ik er even wat folie in gedaan. En ik leg het lekschaaltje daar tegenaan, zodat het goed vastzit. En daarin leg ik de oase. De oase kan zo niet naar achteren schuiven, het zit dan mooi vast. En hiervoor snij ik het schuin af. Als je dat hebt gedaan, kunnen we beginnen met steken van de bloemen. Allereerst begin ik met asparagus. Het is dus echt een puntmandje en ik vind het leuk om dan vanuit daar het uit te werken. En dit steek ik onderin en rondomheen. Het voordeel van het lekschaaltje is dat het natuurlijk niet gaat lekken. Dus je kan het gewoon op tafel zetten. Ook de zijkantjes. En mocht je er nog een beetje over hebben, kan je dat even naar boven werken. Dan gebruik ik eucalyptus en dit doe ik eigenlijk hetzelfde. En ik steek een beetje vanuit een punt. Dus ik maak de middelste het langst. En dan de volgende twee maak ik iets korter. Zodat je een beetje vanuit een punt werkt, zodat je dat versterkt. En bovenop doe ik ook wat eucalyptus. Dit mag ook best wat korter zijn, dus heb je wat kortere stukjes kun je die er bovenop tussen steken. Dat is een mooie kleur, hè? Heb ik mooi limonium en deze steekt er ook mooi in tussen, zodat je echt een mooi geheel krijgt en je al heel deel van je oase wegwerkt. Dit stop ik er dan wel wat korter tussen. Ik snij natuurlijk alle bloemen schuin aan. De oase heb ik natuurlijk al nat gemaakt. Dan heb ik mooie witte astertjes. Ik stap eronder op eentje. Die doe ik dus weer wat langer, zodat ik die punt weer versterk. En daarboven doe ik er twee wat korter. En zoals hier zie je, omdat ik de steel korter maak, dat hij nog zijtakjes heeft. Die kan je er straks gewoon nog wel weer tussen steken. Snij ze dan gewoon even opnieuw schuin aan. En deze steek ik dus twee keer wat korter boven.
En eigenlijk doe ik hetzelfde met de Luciantes. Dus ik hou die vorm aan. En bovenin zet ik het bloemetje iets meer omhoog. Dus hier werk ik meer echt naar de zijkant. En op het eind werk ik het weer omhoog, zodat het één mooi geheel wordt. En het mandje mooi in verbinding komt met je bloemstuk. Kijk, zo ziet het dan van de zijkant uit. De voorkant ook echt heel mooi sierlijk natuurlijk met dat mandje. Dan heb ik mooie rozen. Hier zet ik er ook weer eentje onderin. En twee zet ik er net weer boven. Dan heb ik mooie distel. Die verdeel ik er gewoon tussen. Dus ik kijk even hoeveel takken mijn distel heeft. Ik doe het ook goed in het bloemstuk qua kleur. Breekt het witte net iets. En helemaal in combinatie met het limonium maakt het dat heel mooi zacht. Van kleur. Kijk hoe mooi dat al wordt. En dan, om het bloemstuk net wat aparte te maken, heb ik zuidenwindlilies. Die steek ik er mooi diep in weg. En die steek ik aan de kant van de rand van de mandje. En die zet ik vast op het mandje. Dus daarmee maak je het bloemstuk net wat spannender door de zuidenwindlilie. En je krijgt juist dat mooie lijnenspel van de zuidenwindlilie. En omdat ik dat natuurlijker wil houden, ga ik het vastzetten met een touwtje. Maar dan moet je het eigenlijk onder het mandje rijgen. Omdat het nogal gepriegel is, maak ik even een soort naald met een ijzerdraadje. Dus dan maak ik heel... En daarin maak ik het touw vast. Zodat ik het daarmee onder het mandje kan komen. En dan wordt het iets minder moeilijk. En dan zet ik hem gewoon met een knoopje vast. En dan heeft het mooi diezelfde kleur. Pas op dat je niet te strak aantrekt, maar het moet wel goed vastzitten. En dit doe ik nogmaals. Ik zet hem alleen dan eventjes iets verder in het stuk. En laat ik ook weer terugkomen. En kijk al wat dit doet. Hoe spannend dit wordt in het stuk. Deze zet ik dan ook iets hoger. Kijk hoe sierlijk dat wordt. En dit kun je zo laten, maar je kan het ook naar de zijkanten doen. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik vind het echt een heel leuk effect geven in het stuk. Het maakt het echt net spannend. Dus dat doe ik ook. En dan zet ik hem ook aan de zijkant weer vast. Thank you.
En dan is het tijd om de laatste gaatjes op te vullen. Je kan hem natuurlijk verder vullen met bloemen. Maar ik vind om het sierlijke van de zuidwindlelie te halen en niet te propperig te maken, vind ik het gewoon nu al een heel mooi geheel. Dus de allerlaatste gaatjes gaan we opvullen met wat Tillandsia. Ik vind het qua kleur ook mooi, omdat je dat grijs, dat heel lichte paarse, dat komt gewoon mooi terug. Dus de laatste gaatjes vullen we op met een beetje Tillandsia. Het hoeft helemaal niet veel te zijn, maar het geeft gewoon een enorm luxe uitstraling en maakt het net eventjes af. Oh, ik vind het zo'n leuk mandje geworden. En vooral met die zuidenwindlelies zo superleuk. En kijk hoe gaaf dit bloemstuk nu is. En het leuke van het stuk is, je kan hem ophangen. Dus heb je een leuk plekje om te hangen, dan kan je hem neerhangen. Maar je kan hem dus ook neerleggen door de lekschaal die we gebruikt hebben. Dus je kan er echt alle kanten mee op. Wil je dit pakket dus bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, komt gewoon naar je toe. Vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog, abonneer gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En doe dus mee met de winactie. Ja, laat een leuke reactie achter. En doe even een duimpje omhoog. En ik zou het super leuk vinden als je even abonneert. Of het deelt op Facebook of Instagram. Dus en heb je dus iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel dat dan ook op Facebook of Instagram. Ik vind het echt super leuk om te zien wat jullie allemaal maken en hoe enthousiast jullie zijn over mijn video's en er zelf mee aan de slag gaan. Dus super leuk en je maakt dus ook nog eens kans op een cadeaubon. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en dan zien jullie mij de volgende keer weer.